De Hengeloze cryptohandelaar die miljoenen euro's deed verdwijnen zou al het ingelegde kapitaal van zijn 300 klanten hebben vergokt op de cryptomarkt. Gisteravond bekend. Vanavond is er een bijeenkomst voor de gedupeerde beleggers in de Grolsvesten. RTVO-journalist Jan Colijn heeft al een paar heftige verhalen over die zaken kunnen schrijven. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Misschien voor mensen die daar nog niks van mee hebben gekregen. Die zaak in een notendop, wat is hier aan de hand? Ja, het gaat om een 23-jarige jongeman uit Hengelo. Cryptogenie werd hij wel genoemd door zijn omgeving. Hij ging aanvankelijk wat beleggen voor familie en vrienden. Maar het balletje ging rollen. Mensen vertelden elkaar van als je een gouden tip wil, ga bij hem beleggen. Het opvallende van die zaak is ook wel dat hij niet alleen voor familie en vrienden dan belegde, maar ook voor fysiotherapeuten, maar er zijn ook advocaten, en dat zijn toch mensen uit een beroepsgroep waarvan je mag verwachten dat ze op hun hoede zijn, die met hem in zee zijn gegaan. En vorige week barstte de bom toen hij iedereen aanschreef en vertelde van al dat belegde kapitaal is verdwenen. Dus, ja. En dan gaat het waarschijnlijk om miljoenen, aangezien je het hebt over 300 personen. Minimale inleggeld was 5000 euro, maar sommigen zijn er echt voor 10.000 euro's bij ingeschoten. Ja, en die hebben nu dus vorige week te horen gekregen, jouw geld is FTSE. FTSE, ja. En de grote vraag die nu boven de markt hangt. Hij zit waarschijnlijk op de Bahama's van ons geld. Ja. Maar daar is geen sprake van, want ze kregen geen contact meer met hem. Maar dat komt, zegt de politie, omdat hij op een voor hem veilig adres is ondergebracht. En hij krijgt professionele hulp, want het lijkt hem ook boven het hoofd begroeid allemaal. Ja. En waarschijnlijk is het zo dat hij de boel min of meer heeft vergokt, zoals het heet. Niet in het casino, maar op de beurs. Aanvankelijk liepen de zaken goed, maar toen de eerste verliezen zich aandienen, is die waarschijnlijk steeds risicovoller gaan beleggen. En daarbij zijn steeds grotere bedragen omgegaan. En dat geld lijkt nu verdwenen. Ja, ja. De vraag die ik hier wel heel erg over heb is, we noemen het dan vergokt. Aan de andere kant zeggen mensen, dat is dan niet meer speculeren. Kijk, als je geld belegt, de ene belegging is risicovoller dan de ander. Ja, dat ligt soms niet ver af van gokken. Je hoopt dat het goed gaat. En zeker, we kennen de cryptomarkt zo volatiel als we dat noemen als die is. De ene keer gaat het heel erg goed en de andere keer gaat het super slecht. Nou ja, nu is het slecht gegaan. Ja. Een resultaat uit het verleden, hè? De bekende kleine huis. Ja. En daar zit hem nu straks waarschijnlijk ook de crux van als justitie hem wil gaan vervolgen, want morgen gaan ze aangifte tegen hem doen. Als justitie wil gaan vervolgen, moeten ze dus aan kunnen tonen dat hier bijvoorbeeld sprake was van boze opzet. Maar hij kan natuurlijk zeggen, het is me boven het hoofd gegroeid. En dan heb je de volgende fase. Heeft hij de zaken misschien rooskleuriger voorgesteld richting zijn cliënten dan ze in werkelijkheid waren? Dan kom je al uit op misschien op valsheid in geschriften. Wordt een hele complexe zaak. Vanavond is er dus een beleggings- of informatiebijeenkomst. Beleg. Ja, mooi. Ja. En daar hebben zich al 150 mensen voor aangemeld. En nu is even de vraag, wat gaan we doen? Gaan we collectieven misschien wel aanspreken? Aansprakelijk stellen, leggen het toch bij justitie neer. Dat wordt nu de komende tijd allemaal bekeken. Maar om hem in een civiele procedure te dagen, dat is één. Maar vervolgens je geld terugkrijgen, dat is een tweede. Ja, want waar haal je het vandaan, hè? Precies. En we hebben iemand gesproken die zegt ook van mijn geld is weg. Daar ga ik vanuit, 80.000 euro. Het wrange is, hij had familie en vrienden erop geattendeerd van, wil je een leuke beleggingstip, gaan met deze man in zee. Ja, ja. En die zijn voor 20 personen voor 7 à 8 ton en zijn ze erbij ingeschoten. Dus hij voelt zich ook nog eens een keer moreel enorm verplicht richting deze mensen om nu te achterhalen van wat hier is gebeurd. Hij zegt, dat geld ben ik kwijt, maar als gedupeerde hebben we nu recht op de waarheid. Wat is hier gebeurd? Wat is er met ons geld gebeurd? Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd, het is dus heel erg de vraag, wat voor een verhaal heeft deze jongen voorgeschoteld? Want je weet gewoon, als je je geld in de cryptomarkt legt, dat het mogelijk fout kan gaan. Ik geloof ook dat hij heeft niet. Hoe werkt dat dan precies? Want hij legt dat geld dan in die markt en hij is gaan short traden. Dat is geloof ik dat je gokt dat een short koers daalt, hè? Ja, je anticipeert op beursdalingen en daar kun je dan op de een of andere manier de winst uithalen. Ja. Stel me niet in de hele vragen, maar dat is het in een notendop. Ja. En daar is het op een bepaald moment misgegaan. En hij zei dat hij 2% winst ongeveer per dag kon maken. En dan kon dat in een maand tijd oplopen naar 25 tot 50%. Ja. De helft daarvan was voor hem. En
Heel veel mensen hebben ook hun geld gekregen, die man van 80.000 euro. Die had in eerste instantie 23.000 euro verdiend. Dus dat was niet verkeerd. Maar wat je vaak ziet is dan, mensen leggen 5.000 euro in. We verdienen er aardig aan. En dan denk ik van, we zijn het dief van onze eigen portemonnee. Als we geen hogere bedragen inzetten. Ja. Ja, en als het dan misgaat, gaat het ook goed mis. En als je het geld kunt leiden, verliezen kunt leiden. En je hebt het apart gezet. En het is verder niets van invloed op je dagelijkse beslommeringen. Dan maakt het niet zoveel uit. Maar er zijn ook mensen die hebben een lening opgenomen om met een MSC te kunnen gaan. En voor die mensen komt er natuurlijk de klap extra hard aan. Ja, en toch, Jan, denk ik dan van, ja, dat is toch ook dan je eigen verantwoordelijkheid. Hè? Ik bedoel, want aan de ene kant kun je juichen als je 20.000 euro in een maand erbij verdient. En denken, nou, dit is mooi. Maar helaas, zo werkt het niet helemaal in de wereld, dat er zomaar een geldboom groeit. Dus als het geld aan de andere kant weggaat, ja, ik vraag me toch, als ik dit zo hoor en dan een advocaat in de arm nemen en gezamenlijk een aangifte doen, dat komt mij toch ook een beetje over als een dubbele moraal of zo. Ja, niet helemaal. Ik snap wat je zegt. Maar deze man had ook nog, de jonge man had ook allerlei kleine lettertjes in zijn contract staan. Dat bij een minimaal rendement of zo, dat hij dan zou stoppen. Maar nu is dus gewoon echt alles verdwenen. En dat maakt het natuurlijk lastig. Ja, ja. Ja, en die jongen is ondertussen zelf, wat je zegt, de politie weet waar hij zit, maar hij is zichzelf helemaal mentaal kapot van, hè, begrijpen we. Omdat hij natuurlijk ook in de afgelopen periode was hij steeds meer van de radar gegaan, dat hij wel zag van, dit gaat niet de goede kant op. Daar lijkt het op. En dat is ook een van de aspecten waar ze vanavond naar gaan kijken. In hoeverre hadden professionele instellingen als banken hebben die alarm moeten slaan? Hadden die ook vroegtijdig aan de bel moeten trekken? Want het gaat om een 23-jarige met enorme bedragen op zijn rekening. Daar ligt ook een soort van zorgplicht voor een bank. Dus er zijn heel veel juridische haken en ogen aan deze affaire. Maar het is wel duidelijk dat het heel lang gaat duren. We hebben en dan heb ik het over eind jaren 90 van de vorige eeuw. Hadden we bij de Rabobank, hadden we in Doetinchem, was de Den Anwas. Dat was een beleggingsclub. En daarbij zijn ook heel veel mensen zijn voor enorme bedragen erbij ingeschoten. En dat heeft ook echt jarenlang geduurd. Een van de advocaten in deze zaak die hier nu naar gaat kijken is Jeroen van Lier van Damsteen & Partners. Die was betrokken bij een eerdere rechtszaak rond piramidespelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een verbod op die piramidespelen. Ja. Dus, maar dan hebben we het over het proces van jaren. Ja, en het zou ook zomaar zo kunnen dat het hier ook het geval is. Dat werd overigens, dat woord piramidespel, hè, in het Engels Ponzi scheme, dat werd ook nog wel genoemd in de artikelen die jij hierover hebt gepubliceerd. Ja, advocaat Arjon Tiemann, die zag een soort van verband. De advocaat die ook vanavond die informatiebijeenkomst belegt, van wat ik hier zie lijkt een beetje op een piramidespel. Maar dat, kun je dat zo noemen? Want dat is feitelijk dat je de ene persoon, de ene klant uitbetaalt met het geld dat je van een ander krijgt en doet lijken alsof je heel veel winst maakt, maar dat is hier toch niet echt aan de hand, lijkt het nu toch? Nee, dan helemaal aan de top. Aan de top van de piramide, dat is degene die er wijs aan van wordt. Dat was wel zijn eerste inschatting. Hij zei, het heeft alle kenmerken van een piramidespel, van ponzi-fraude, zoals je dat noemt. Ja. Maar bij nader inzien lijkt dat hier toch niet het geval. Hij heeft echt wel degelijk gespeculeerd met het geld. Op een bepaald moment is het misgegaan en toen heeft hij waarschijnlijk steeds risicovollere beleggingen transacties is die aangegaan in een poging nog de meubelen te redden wat er te redden valt. En dat is wat de familie, want zijn gedupeerden, die hebben de familie weten te traceren. En dit zou de familie aan deze mensen hebben gezegd. En voor wat het waard is, zeggen ze. Ja. Dit is wat ons is verteld, maar aan de politie nu de schone taak om uit te zoeken van wat hier wel is gebeurd. Je kunt je er iets bij voorstellen, hè, van wat dat dan in het hoofd van zo'n jongen. 23 jaar, natuurlijk geen oude jongen. En het is wel even over deze jongen gesproken. Daar is natuurlijk nu wel een en ander over bekend. Hè. Niet iemand van wie je zou verwachten dat hij ook niet met het geld weggaat, zeggen mensen om hem heen. Nee. Maar ook niet dat hij onverantwoordelijke keuzes maakt, hè? Nee, het is een jongen enorm stipt. Ik sprak iemand die zei, ik kon later om beelden bij de bewakingscamera terugzien. Ik had een afspraak om 7:30. Hij was er om 7:40. En dan wachtte hij keurig tot echt stipt 7:30 voordat hij aanbelde. Het was iemand die voetbalde bij HSC 21, derde divisionist in Haaksbergen. Een begenadigd voetballer. Ik heb vandaag nog filmpjes van hem gezien. Hoe hij bij ATC 65 uit Hengelo echt fantastische doelpunten maakte. Zelfs als linker verdediger. Echt een prachtig boogschot, hoog in de kruising. Fantastisch doelpunt. Begenadigd voetballer. En in de selectie van HSC was hij ook misschien bijna wel te lief voor dat niveau. Hij was iets te bedeesd, begreep ik, tussen de regels door.
Hij zou met HSC op trainingskamp naar Turkije, heeft zich op het allerlaatste moment daarvoor afgemeld. Ja, en naar verluid zitten er toch aardig wat spelers van HSC plus een van de trainers die schijnen er ook voor aanzienlijke geldsommen erbij in te zijn geschoten. Dus ja, ook in de voetbalwereld heeft hij geen vrienden gemaakt. Dus het maakt wel enorm lastig voor zo'n jongen die ook van zichzelf zegt, ik kan geen nee zeggen. Ja. Het is een hele vriendelijke, bedeesde jonge man. Ja, en dan overkomt je dit. Ja, maar het overkomt je dit. Dan zullen de gedupeerden toch waarschijnlijk iets anders nakijken. Ja. Die zullen waarschijnlijk zeggen van hij had eerder aan de bel moeten trekken en hij is te hoog in de bomen gaan zitten. Maar nou ja, dat zijn allemaal speculaties. Vanavond in ieder geval die informatiebijeenkomst in de Goalsvesten. De inzet is daar dan dus, want er komen best wel wat. Hè? Er zijn 300 gedupeerden, weten we nu. 150 mensen die zich daar ongeveer over hebben aangemeld, begreep ik. Ruim 150. Ruim 150. Ja. Nou, is dat een soort van met elkaar uithuilen? Of er wordt echt nog wel wat bedacht? Hè? Daar wordt een strategie bedacht over hoe gaan we dit... Nee, Damstee heeft, advocatenkantoor Damstee heeft echt met een team, meneer Tiemann, de advocaat, die heeft een team samengesteld van mensen. Er zit ook die Jeroen van Lier zit daarin. En die gaan nu kijken van wat zijn de juridische mogelijkheden. Moeten we toch proberen om een soort van belangenvereniging op te zetten? Moeten we gaan profiteren misschien wel tegen hem, misschien tegen de banken die erbij betrokken waren in dit verhaal? Ik heb wel gesproken met de advocaat die zegt, nou, verwacht vanavond nog niet al te veel. We gaan eerst alle informatie verzamelen. Dan gaan we kijken wat de juridische mogelijkheden zijn. En waarschijnlijk pas in de loop van volgende week denken ze meer inzicht te hebben van hoe ze dit kunnen gaan aanpakken. Ja. Mag een journalist daarbij zijn, Jan, vanavond in de Goalsvesten? Nee. Ja. Nee, hadden we graag gewild natuurlijk. Maar ze zeggen van, pers houden we buiten de deur, juist om zodat iedereen vrij uit kan spreken. Ja. En daar kun je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen. Maar dus, jij staat buiten de deur? Vlak buiten de deur? Op de stoep. Ja, precies. Dankjewel Jan Colijn voor het bijpraten. En succes met het verder op de voet volgen. Dankjewel Niels.